De locatie had niet beter kunnen zijn. In de productiehal van de WODAST, de Woerdense dakpannen- en steenfabriek, is het boek Stenen Muren, Harde Daken ten doop gehouden. Het boek gaat over de geschiedenis van de steen- en pannenbakkerijen in de regio Woerden. Het is geschreven door Jan van S. Fotograaf Aart Sliedrecht maakte de foto's. In Woerden, Montfort en Oudewater waren er al in de middeleeuwen dakpannen- en steenfabrieken maar de Boerdense Wodast is de enig overgebleven dakpannenfabriek. Ondanks vele reorganisaties bleef het bedrijf bestaan en tot de dag van vandaag rollen er iedere dag nieuwe dakpannen van de lopende band. Maar voor de presentatie van het boek maakten de dakpannen even plaats. Niet te kort reikte het eerste exemplaar uit aan een medewerker van de Wodast met de langste staat van dienst, maar ook de andere medewerkers kregen een exemplaar. Stenen muren, harde daken, ligt inmiddels bij de boekhandel.